Teambuilding kan ervoor zorgen dat je team elkaar leert vertrouwen, goed met elkaar leert communiceren en dat daarna ook op de werkvloer het een heel stuk efficiënter eraan toe gaat. De provincie Antwerpen gaat ons fietsgedrag beter in kaart brengen. Op tal van fietsroutes worden er metingen gehouden om het beleid te kunnen bijsturen. Een fietsbarometer moet duidelijk maken welke routes vaak gebruikt worden en waar gemeentes en de provincie nog meer moeten investeren. Wij stellen nu vast, maar dat is een buikgevoel, dat er enorm veel wordt gefietst in onze provincie. Maar we willen dat nu ook gaan meten. Vandaar dat wij op een 15-tal locaties permanente meetinstallaties gaan installeren en een 210-tal andere plaatsen daar tijdelijke installaties. Dat de provincie Antwerpen als eerste in Europa hierin gaat investeren, is volgens de deputatie logisch. Een fietspad stopt natuurlijk niet aan een gemeentegrens. Wij bewijzen bijvoorbeeld met onze fietsostrades dat wij op de juiste manier investeren. Als wij nu al vaststellen door een aantal metingen dat er 4700 bewegingen zijn op de fietsostrade die ligt van Antwerpen naar Mechelen, ja goed, dan denk ik dat dat de juiste investering is. Houden van Griffelrock treedt in de voetsporen van NECA, het jaarlijkse evenement voor het lichte lied in het Sportpaleis, waarmee de provincie Antwerpen zich specifiek richt naar senioren en anders valide, krijgt voor het eerst een centrale gast. Ik zing graag voor alle mensen, maar met een ouder publiek is het wel zo dat je daar heel veel respect van krijgt, heel veel warmte. Mensen zingen mee, ze luisteren goed. Het geeft heel veel energie terug En als er zo'n heel vol sportpaleis, dan kan u vertellen dat het is echt kicken. Houden van doet het voortaan met minder artiesten. Zo zullen heel wat duetten worden gebracht met de prachtige soulstem van Barbara Dex. Ik sta voor alles open, Nederlandstalig, Engelstalig, poppiegenre, maakt niet uit. Zelfs een hele mooie, gevoelige, kleine ballade zou ook top zijn. Ik twijfel daar niet aan dat onze stemmen bij je gaan passen. Wanneer je vraagt hoe heet je? Maartje van Nijgen mag zich de jongste artiest ooit noemen op Houden van. Toen ik het hoorde, ik kon het eerst niet geloven. En het is eigenlijk een van mijn allereerste optredens. Ik heb wel al optredens gegeven, maar nu loopt het echt heel goed. En in het Sportpaleis direct en tussen die grote namen, zoals je zelf zegt, daar kan een jonge artiest eigenlijk alleen maar van dromen. En bij mij wordt dat werkelijkheid. Dus dat is ontzettend leuk om dit allemaal te mogen meemaken. De provincie Antwerpen verwelkomt je op Houden van Griffelrock op 22 en 24 april in het Sportpaleis, telkens in de namiddag. Brent is een van de bewoners van gehandicapte instelling Gielsbos in Gierle bij Lille. Hij toont ons vier zijn nieuwe kamer. Die heeft een slaaphoek met eigen badkamer en een kleine leefruimte. De radio. Ja, en die speelt er, die is aan het zingen. Tot morgen. Tot morgen, ja, dat hoor je graag. Ja. Als mannen hebben een groter kamer, allemaal individueel. Ze hebben een beter badkamer voor zichzelf, met douche, toilet en lavabo. Vroeger zaten we in één badkamer en dat is nu niet meer nodig. Dus voor diegene is dat wel heel leuk. De gemeenschappelijke woonkamer is sober ingericht omdat de bewoners het vaak moeilijk hebben met externe prikkels. Bovendien is de ruimte ook opgedeeld in compartimenten, zodat ze bij een ruzie ook uit elkaar kunnen gehaald worden. De woningen van het Gielsbos dateren uit de jaren 70, jaren 80 en zijn gebaseerd op een vandaag achterhaald concept van gehandicaptenzorg. Een concept waarin dat weinig aandacht was voor wooncomfort, weinig privacy, bewoners op meerpersoonskamers waren gehuisvest. Ja, dat is uiteraard vandaag niet meer de bedoeling. Behalve twee nieuwe woonpaviljoenen voor bewoners met gedragsproblemen, zijn er ook vijf voor personen met een zware mentale en fysieke beperking. De vernieuwingsoperatie kost zo'n 30 miljoen euro. De provincie Antwerpen betaalt iets meer dan een derde van dat bedrag. De kritiek kwam vooral dat we het bedrag in één keer moesten vrijmaken, maar we hadden dat ook gebudgeteerd over 10 jaar. In die zin is het moet je dat wat relativeren, maar als je kijkt welke soort woningen dat we vandaag daarvoor kunnen aanbieden, woningen waarbij je dan eigenlijk zorg op maat kunt brengen. Tegen 2020 wordt ook de rest van de oudere woongelegenheden in het Gielsbos vervangen door nieuwe en krijgt ook het zwembad een opknapbeurt.
Zo'n 400 politiemensen werkten zaterdagavond in 45 gemeenten van de provincie mee aan grootscheepse vodka-controles. Van 9 uur tot 6 uur 's ochtends namen ze bij 7152 chauffeurs een ademtest af. Dat die grootscheepse vodka-controles hun vruchten blijven afwerpen, blijkt uit resultaten van vorig jaar. Het totaal aantal weekendongevallen is gedaald. Het is eigenlijk het meest spectaculair gedaald in het arrondissement Turnhout. Met maar liefst 33%, dus 33% minder weekendongevallen, nachtelijke weekendongevallen dan het jaar voordien. Dat is 55 minder. En dat vertaalt zich ook in het aantal dodelijke slachtoffers. Er zijn 3 dodelijke slachtoffers minder gevallen in het arrondissement Turnhout dan het jaar voordien. In Mechelen daarentegen zijn er 4 dodelijke slachtoffers gevallen. Dat is 4 meer dan het jaar voordien, want in 2012, en dat is vrij uitzonderlijk, was er geen dodelijk slachtoffer te betreuren in het arrondissement Mechelen. Vorig jaar gebeurde in het arrondissement Turnhout in totaal 114 nachtelijke weekendongevallen. Dat zijn er 55 minder dan in 2012. Ondanks die daling vielen er in de Kempen nog altijd 4 dodelijke en 26 zwaar gewonde verkeersslachtoffers te betreuren. De belangrijkste oorzaken van die weekendongevallen zijn nog altijd alcohol en overdreven snelheid. Het aantal snelheidsovertredingen lag op 6% van alle gecontroleerde voertuigen. Dat is een daling met 0,5%. Ook het aantal positieve alcoholtests is gedaald met 0,5%. 4% van de gecontroleerde chauffeurs had te veel op. En ja, dat is toch altijd een dramatisch cijfer van de gecontroleerde chauffeurs. En van degenen die positief getest hebben, was er maar liefst 58% dat meer dan 0,8 promille in het bloed had. Dus als men te veel drinkt, ja, dan drinkt men echt wel heel stevig door. En dan is het ook het kans het allergrootst om een ongeval te veroorzaken met zware letsels. Bij de afgelopen actie bliezen enkel in het arrondissement Turnhout 274 van de gecontroleerde chauffeurs positief. In totaal werden 62 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Onder de touw, dan moet je dit over je hoofd. Zo, zo, zo. Sporten is gezond, dat weet iedereen. Maar het is niet alleen goed voor het eigen lichaam, het bevordert zeker ook de ploeggeest. Meer en meer bedrijven en scholen kiezen bewust voor een teambuilding. De domeinen van de provincie Antwerpen bieden alvast accommodaties op maat om de groepsgeest aan te scherpen. Teambuilding kan ervoor zorgen dat uw team elkaar leert vertrouwen, goed met elkaar leert communiceren en dat daarna ook op de werkvloer het een heel stuk efficiënter eraan toe gaat. Dat zijn eigenlijk leuke activiteiten voor jong en oud die dat zorgen voor een leuke teamgeest, omdat het belangrijk is als je hier met een hele groep op het parcours staat om ook elkaar te helpen. En zo gaat het ook het vlotste voor iedereen. Dus, en het zijn ook vooral leuke activiteiten. Naar bedrijven toe is het vooral teambuilding dat wij hier organiseren. Dus we brengen de mensen een beetje samen. We laten ze kennis maken met andere talenten die ze hebben dan op hun werk. En we leren ze eigenlijk samenwerken. Wat dan nadien ook een grotere productiviteit geeft in het bedrijf. De kostprijs voor zo'n teambuilding of sportdag is natuurlijk een belangrijke factor, zeker voor scholen. Daarom proberen de recreatiedomeinen speciale formules aan te bieden of stellen ze een pakket samen op maat. Dat helpt om de prijs te drukken. Eigenlijk kunnen ze hier alles op maat regelen. We hebben ook wel een aantal pakketten in het aanbod, maar ze kunnen eigenlijk zelf kiezen wat ze wensen. Nu hebben wij eigenlijk een aanbod naar de scholen toe halve dagen, waarbij dat wij eigenlijk zelf het pakket samenstellen en verschillende graden hebben. 1 graad per maand ongeveer en dat is een halve dag. Scholen schrijven hierop in en die komen 's morgens, gaan 's middags weg. In de namiddag komt er een andere school. Dan hebben wij ook nog de schoolsportdagen. Dat zijn dan de scholen die een aanvraag doen. En dat is een aanbod zoals de school het vraagt. Ja, bent je er? Ja. Sowieso hanteren wij heel interessante prijsformules. En aan VZW's, scholen en openbare besturen geven wij 50% korting. En welke activiteiten zijn er dan zoal om je werknemers of klas als team te laten samenwerken? De activiteiten die wij organiseren, u ziet hier op de achtergrond het hoogteparcours. Het is al een uitdaging voor de meeste volwassenen, zeker als ze een jaartje ouder zijn. En voor de rest zijn de activiteiten die we daar vanachter in het Stoerwoud doen, dat zijn onderaan de Highland Games en dat zijn eigenlijk allemaal samenwerkingsproeven waarbij eigenlijk het fungehalte primeert. Wow, wow,
Wij werken samen met de sportclubs hier op ons domein, die hier vaste partners zijn. Ze zijn heel bedreven in wat ze doen en werken samen met hun voorstellen op maat. Wie zich fysiek wil uitleven, kan kiezen uit een menu van klimmen, kajakken, mountainboarden of deltavliegen. Maar het moet niet allemaal in de lucht of op het water gebeuren. Teamgeest kan je ook bevorderen in een vergaderzaal of congrescentrum. Ook die faciliteiten kan de provincie aanbieden. Hier in de Schorre hebben we een heel prachtig congrescentrum, congrescentrum De Pieten. We hebben een heel mooie aula waar je met 120 personen in kan en een paar vergaderzalen, waaronder deze mooie zaal Hoek. Eigenlijk kan iedereen hier terecht, zowel bedrijven als verenigingen, als scholen, als groepen. Je kan hier terecht voor vergaderingen, voor teambuildings, voor feesten. Eigenlijk is alles mogelijk. Voor een overzicht van alle provinciale recreatiedomeinen die mooi over heel de provincie verspreid liggen, slechts één adres: provincieantwerpen.be. Tijdens de paasvakantie ben je welkom in alle provinciale cultuurhuizen, groen- en recreatiedomeinen. Ook het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol is weer geopend vanaf 5 april. Na een kleine brand is met man en macht gewerkt om alle bezoekersfaciliteiten weer op en top klaar te hebben. Alle attracties zullen geopend zijn. Kom zeker eens een kijkje nemen naar de vernieuwde speeltuin met ruim wandelpad voor ouders met kinderwagens of mensen die wat minder mobiel zijn. Meer info op www.provincieantwerpen.be.